De tuinbouwrelatiedagen in Gorinchem zijn voor de Club van 100 de reden om meer leden te werven. De Wageningen UR hoopt tijdens de vakbeurs toeleveranciers en handelsbedrijven in de glastuinbouw lid te maken. Met het geld dat ze bijeenbrengen wordt onderzoek gedaan in de sector. De vragen waar we op dit moment mee bezig zijn, hebben vooral betrekking op een uitstralingsapp, dus een applicatie waarmee je uitstraling aan kassen heel snel kan meten. Veel tuinders en zeker internationaal zijn nog wat huiverig voor het toepassen van energieschermen. Ook een flink aantal Nederlandse bedrijven zien het nog niet zitten om met meerdere schermen te gaan werken. En door deze applicatie is het heel snel inzichtbaar wat het effect is op uitstraling van je kassen. Op dit moment heeft de Club van 153 leden. En dat zijn leden die allemaal iets van toelevering doen rondom het primaire glastuinbouwbedrijf. Dat kunnen banken zijn als geldverstrekker, maar dat kunnen ook harde techniekbedrijven zijn zoals kassenbouwers. Maar ook bedrijven zoals tuinbouwtoeleveranciers zijn lid. Dus potgrondleveranciers, potleveranciers, noemt u maar op. De bedoeling is dat er uiteindelijk 100 leden komen, want het heet natuurlijk niet voor niks de Club van 100. Wanneer denkt u dat te bereiken en welke stappen zijn nodig om dat inderdaad te gaan halen? Nou, we zijn in november 2014, hebben we voor het eerst 25 leden bij elkaar gehaald met het idee om 1 januari 2015 te starten. En toen zijn we gestart met 25 leden en toen hadden we de ambitie om in 1 jaar tijd te verdubbelen. Nou, dat is gelukt. En ik wil die ambitie dit jaar ook bewerkstelligen. Dus we proberen dit jaar de 100 leden te bereiken. En in ieder geval dicht bij de 100. En als we over de 100 schieten, vinden we dat ook niet erg.